de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade voor u en vrede. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming, die ons in zijn grote barmhartigheid deed herboren worden tot een leven van hoop. Dierbare medebroeders, beste familie, vrienden van Domidesbald. Door de gevraagde voorzichtigheid in de strijd tegen het coronavirus kunnen wij Domidesbald vandaag niet ten grave dragen te midden van die grote kring van zijn familieleden, van medebroeders uit andere abdijen en van zijn vele vrienden en kennissen voor wie hij zoveel heeft betekend tijdens zijn lang en zeer dienstbaar leven. We willen voor eerst de Heer van alle leven danken voor wat Domidesbald voor ons, voor zijn gemeenschap van Afrigem, voor zijn familie, voor zoveel mensen was en heeft gedaan. En bij deze viering mogen we in vertrouwen ons met Domidesbald en met elkaar verbonden weten. En tevens weten wij ons te midden van de pijn van dit afscheid ook verbonden met hem die wij God en onze Vader mogen noemen. Aan hem willen we vandaag Domidesbald toevertrouwen. En we doen dit in deze abdij, in deze gemeenschap waar hij haast 75 jaar geleden zijn belofte uitsprak om als monnik in de gemeenschap van zijn medebroeders te Afrigem Gods aanwezigheid te zoeken en waar hij ook thuis te midden van zijn medebroeders mocht heen gaan op de weg naar de Heer die hij zocht. Laten we dan samen God danken om al het mooie wat hij mocht beleven en dat hij tevens voor ons en zoveel mensen mocht betekenen. En we vragen ook bij het begin van deze viering de Heer om vergeving voor alles waarin hij en wij tekortschoten. In liefde voor God, in liefde voor elkaar. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, al engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich dan over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen. Thank you.
Laat ons nu bidden. Almachtige God, uit liefde voor zijn Heer heeft uw dienaar Dom Idesbald een leven geleid van toewijding aan u en van goedheid voor zijn naasten. Wij vragen u, schenk hen met alle uitverkorenen het blijvend geluk van het Rijk der Hemelen en de vreugde van uw komst in heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en eerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, wij geven de moed niet op, al gaan wij ook ten onder naar de uitwendige mens. Ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. De lichte kwelling van het ogenblik bezorgt ons een alles overtreffende, altijd durende volheid van glorie. Wij houden het oog gericht op het onzichtbare, maar op het onzichtbare. Wat wij zien gaat voorbij. De onzichtbare dingen duren eeuwig. Wij weten het, als de tent die onze aardse woning is, wordt neergehaald, heeft God voor ons een gebouw gereed in de hemel, een onvergankelijk, niet door mensen vervaardigd huis. Daarom houden wij goede moed. Wij zijn ook bewust dat wij, zolang wij thuis zijn in dit lichaam, ver zijn van de Heer. Wij leven in geloof, wij zien Hem niet. Maar wij houden moed en zouden liever uit het lichaam verhuizen om onze intrek te nemen bij de Heer. Daarom is onze enige eerzucht, het zij thuis, het zij in de vreemde, Hem te beagen, want dan moeten wij door Christus rechterstoel verschijnen, opdat ieder het loon ontvangt voor wat hij in dit leven gedaan heeft, goed en kwaad. Woord van de Heer. Yeah.
De Heer zal bij u zijn. De Heer zal u bewaren. Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou ik het u hebben gezegd. Want ik ga heen om een plaats voor u te bereiden. En als ik ben heengegaan en een plaats voor u heb bereid, kom ik bij u om u op te nemen, bij mij. Opdat ook gij zult zijn waar ik ben. Gij weet waar ik heen ga, en ook de weg daarheen is u bekend. Thomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar gij heen gaat. Hoe moeten we dan de weg kennen? Jezus antwoordde hem: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door mij. Loven wij de Heer om zijn woord. Medebroeders, familieleden, vrienden van onze overleden medebroeder, Dom Idersbald. We spreken allen graag over een gezegende ouderdom. En met recht, na de geboorte en het leven zelf, is oud mogen worden een gave, een onverdiende gunst van God. Maar ouderdom brengt onvermijdelijk ook aftakeling mee. En het kan heel treurig zijn om dat proces mee te maken bij mensen die we altijd gekend hebben als begaafd, levendig en vol ijver en werklust. Wat is het dan een troost te mogen horen en te mogen geloven wat het woord van God ons zegt door de mond van Sint Paulus, zoals we zojuist in de eerste lezing verzekerden. Al gaan we ook ten onder naar de uitwendige mens, ons innerlijk leven vernieuwt zich van dag tot dag. Dit wegkwijnende leven is niet het eigenlijke leven. En die nakende dood is niet de echte dood. Als christenen bezitten we een leven dat toeneemt met de jaren. Dat leven is het genadeleven. Het is Gods welbehagen over ons. Niet omwille van onze prestaties, maar omwille van onze verbondenheid met Christus door geloof en doop. In de mate van ons daadwerkelijk geloof groeien we in Gods welbehagen, zoals een vrucht rijpt onder de herfstzon. Hoe droevig ook de aftakeling van de oude dag en tenslotte het sterven
mag zijn vergeleken met het geluk in het hiernamaals, is het in het licht, in licht en kort. Het tijdelijke gaat voorbij. We zijn hier op aarde, we weten het, trekkers en zwervers, bijwoners en vreemdelingen, zegt de Bijbel. Maar wij geloven het woord van de Schrift. Als de tent van ons aardse leven afgebroken wordt, heeft God voor de zijnen een duurzaam huis, een vaderhuis gereed in de hemel. Daarom voegen we met Sint Paulus aan toe. Onze enige ambitie is God in alles te behagen. Broeders en zusters, tegen de achtergrond van deze gedachten komt het leven en sterven van onze dierbare overleden medebroeder Domides Bald ons over als een genade en een zegen. Door heel zijn lange leven loopt één vaste lijn, zijn onwrikbaar geloof en de wil om God in alles te behagen. Onwrikbaar geloof, inderdaad. Domides Bald was niet het type van de rusteloze zoeker. Wat hij eenmaal als juist had ingezien en in geloof had aanvaard, daar hield hij gewoon aan vast. Rechtlijnig, traditioneel, onwrikbaar, zonder problemen. Alles wat hij in zijn toch wel lange, heel bedrijvig leven heeft volbracht, gebeurde onder het licht van dat geloof. En ijver en bedrijvigheid, dat was waarlijk een wezenstrek van zijn persoonlijkheid. En zo blijft hij ook in onze herinnering bewaard. Na zijn theologische studies in Rome werd hij benoemd tot godsdienstleraar. Eerst aan het Atheneum in Denderleeuw en dan aan het Lyceum in Gijzeghem. Een opdracht die hij vele jaren met toewijding en met succes heeft volbracht. En wat dat allemaal meebracht, dat wist hij te combineren met het beheer van het cultureel centrum hier in de abdij. En met al de activiteiten die hij zelf daaraan verbond. Kenmerkend was zijn gedrevenheid om mensen te doen delen in zijn eigen geloofsbezieling, waartoe zijn taak in het cultureel centrum en als predikant en rector van onze kerk hem volop de kans en de gelegenheid gaf. Maar daarbij bleef hij een voorbeeld van trouw aan zijn plichten als monnik, met name aan het koorgebed, jarenlang zelfs als kantoor en zangleider. Ook het gemeenschapsleven was hem dierbaar. Hij was echt een goede confrater. En jarenlang als prior een steun voor zijn abt en een bezieler voor zijn medebroeders. Och, wat zullen we hem toch missen. Wij allen, zijn medebroeders, zijn familie, zijn vele, vele vrienden. Maar dat is toch onze troost. Hij is bij de Heer. Hij heeft zijn bestemming bereikt. Hij is voor altijd gelukkig. Hij zal nu voor ons in de toekomst, voor zijn abdij, een voorspreker zijn. Vaarwel, Domides Bald. En denk aan ons. Ook wij vergeten u niet, nooit.
Laten we dan nu samen bidden tot onze Heer Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben verrijzenis en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Voor onze overleden medebroeder Dom Idesbald, dat de barmhartige Heer hem nu voorgoed bij zich mag opnemen in het hemels vaderhuis. Die zich hier in Afnichem in de loop van de vele eeuwen sinds de stichting van de abdij als monnik aan de dienst van God hebben toegewijd, dat ze nu allen samen God loven en danken in de hemel. Familieleden van onze confraters en de overleden vrienden van de abdijgemeenschap, dat ons om Gods wil hebben welgedaan, dat God hun goedheid met eeuwige vreugde mag vergelden. Troost en sterkte voor onze bekenden en vrienden die treuren om de dood van dierbaren en moeten leven met een lege plaats naast zich, dat hun geloof en hoop het licht mag zijn in de duisternis van het gemis. Vader van barmhartigheid en God van alle vertroosting, luister welwillend naar ons gebed dat wij vol vertrouwen tot u richten voor onze overleden medebroeder Dom Idesbald. Wil hem opnemen in uw eeuwige woning en doen delen in uw licht en heerlijkheid door Christus onze Heer. Amen. Nu volgt de offerande. Gelieve de instructies van de begrafenisondernemer en zijn medewerkers nauwgezet te volgen. U kan het kruis in stilte vereren door een diepe buiging, een kruisteken of een uitgestrekte handpalm boven het kruis, zonder het kruis aan te raken. Nika dant
Quam oliva brave
En bidden we nu, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer onze God, in dit brood en deze wijn zijt gij gegeven aan de mensen. Op diezelfde wijze willen ook wij gegeven mensen zijn, om voor elkaar een troost te zijn in dit uur en alle dagen van ons leven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen we dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want Hij die uit de dood is opgestaan, Hij is het licht der wereld, onze enige hoop. In onze angst omdat we moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met Hem. Gij neemt het leven God niet van ons af. Gij maakt het nieuw. Dat geloven we op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voor goed te wonen. En daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u. En we zingen u toe met de woorden. Ja, gij Heer zijt de Heilige, en u looft deel uw schepping, want gij geeft al wat leeft de adem van het leven en heiligt het tot uw rijk. En gij laat niet af te vergaderen uw volk van de einden der aarde, van waar de zon opgaat tot waar ze neerdaalt, wordt aan uw naam de lof geofferd door Hem die onze Meester is, Jezus Messias uw Zoon, in wie de kracht zich baanbreekt van uw scheppende Heilige Geest. Zo bidden wij en smeken, neem deze gave aan, we staan ze aan uw tafel af. Heilig ze door uw geest, om lichaam en bloed te worden van onze Heer, op wiens gezag wij deze geheimen behartigen. Want Hij nam in de nacht dat Hij werd overgeleverd, het brood, en sprak de dankzegging uit, u zegenend, en brak het, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden, neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Evenzo, na de maaltijd nam hij de beker en dankzeggende zegende hij en gaf die aan zijn leerlingen met de woorden, neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.
verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Daarom, o Heer, indachtig het heilzame lijden van uw Zoon en zijn verrijzenis en opstanding ten hemel, maar ook in de verwachting van zijn komst, brengen wij voor u onze dank en dragen wij u op dit levende heilige offer. Zie neer, zo smeken wij op deze offerande van uw gemeente en neem het offer aan van hem in wie gij welbehagen hebt. Geef dat wij door het lichaam en het bloed van uw Zoon, vol van de heilige adem des levens, één lichaam worden en één geest in Christus. Hij moge ons maken tot een eeuwige gave aan u, opdat wij met u uitverkorenen het land van uw erfdeel tegemoet gaan. Tezamen met de maagd en moeder van onze God Maria, met uw apostelen en met de martelaren die tot uw eer getuigden met hun bloed, en met al de heiligen, van wie het onophoudelijk gebed tot onze hulp gereed is. En mogen dit offer, zo bidden wij, tot onze verzoening zijn, o Heer, en tot de vrede en het heil van heel de wereld. Bevestig uw kerk die in ballingschap is zolang de wereld duurt, en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar, Franciscus onze paus, met onze bisschop Jozef en met geheel de saamhorige kring van uw gewijde dienaars. Wees haastig tot de hulp gereed van deze gemeenschap die gij geroepen hebt om voor uw aangezicht te staan. Verenig al uw verstrooide kinderen in uw ontferming, o Vader barmhartig. Gedenk, Heer, uw dienaar Dom Idesbald, die gij van deze aarde weg hebt geroepen tot u. Laat hem, in de doop één geworden met de gestorven Heer, ook delen in zijn opstanding, als hij de doden wekken zal en het lichaam van onze vernedering gelijk maakt aan het lichaam van zijn heerlijkheid. En onze broeders en zusters, die ons zijn voorgegaan, hen allen die uit deze wereld zijn overgegaan naar uw rijk, het aangezicht tegemoet van uw Messias, laat hen, zo bidden wij, binnengaan, waar ook wij hopen eens en vooral te worden verzadigd met uw heerlijkheid. Als gij de tranen van alle ogen af zult wissen, omdat wij zullen zijn zoals gij zijt. Van aangezicht tot aangezicht, ziende onze God, u eindeloos lovend en dankend, door Christus onze Heer, in wie gij de wereld rijkelijk schenken wilt, alles wat goed is. Door hem, en met hem, en in hem, zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. En broeders en zusters, laten we nu samen bidden tot God onze Vader, met de woorden die de Heer Jezus zelf ons heeft gegeven. Thank you.
verlos ons van alle kwaad, Heer. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof en de inzet van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Amen. De vrede des Heeren zij altijd met u. Zalig wij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus, geleid ons tot die bekend. Lux aeterna, luce ateis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius est. Dominus facit me et nihil me hiderit, in pascuis super aquas quietis seduxit me, anima meam refecit. Lux aeterna, luce ateis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia nam et si ambulavero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tum mecum est. Lux aeterna, luce ateis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, parasti in conspectum eo mensam,
adversus eos qui tribulant me. Lux aeterna, lucea Deis Domine, cum sanctis tuis in aeternum, et enim beniditas et misericordia subsequentur me. Omnibus diebus vitae meae. Lux aeterna, lucea Deis Domine, cum sanctis tuis in aeternum. Habitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. Lux aeterna, lucea Deis Domini, cum sanctis tuis in aeternum.
En laat ons nu bidden tot slot. Heer onze God, niets gaat verloren van wat Gij ons geeft. We bidden U voor onze dierbare overledene Domitisbald. Laat hem voor eeuwig thuiskomen bij U. Wij danken U voor Uw woord van eeuwig leven, het enige dat ons troosten kan. Help ons trouw te blijven aan dit woord, met dezelfde trouw die Gij ons toedraagt, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Suscipientes anima mea.
van u bent, waaraan geen einde komt. Verdiep de eenheid die ons samenbracht in deze dienst, nu wij naar woorden zoeken om voor elkaar te